Hallo mensen van mijn kanaal, ik ben Brian, welkom bij een nieuwe video van de Minecraft Survival serie. En vandaag ga ik een fontein maken. Ik heb het eigenlijk hier een beetje gehighlight, maar het zit een beetje te dicht bij het pad, dus ik ga het nog een beetje verplaatsen. Maar in ieder geval in dit gebied, daar komt de fontein. Ik heb al op Google wat plaatjes opgezocht en op YouTube, maar ik vond ze allemaal zo lelijk. Dus ga ik denk gewoon een eigen gemaakte fontein maken. Is altijd wel zo fijn en leuk om te hebben. Ik zat er dus aan te denken om het kwarts te doen, maar ik heb niet heel veel kwarts meer. Een paar blokken. Dus ik ga denk gewoon met stone bricks doen, net zo mooi. Ik gebruik wel misschien wel cobblestone wall, slabs, glowstone als ik dan nog heb. Maar echt nog heel weinig. Ja, 5. Ik moet weer even naar de nether gaan. Ik vind het nooit echt leuk om een video te maken als ik in de nether zit. Het is gewoon zo saai. Ik verwijder even al deze toortjes. Hier komt hij niet. Dus trouwens, weet je. Als je op een toort springt, hij maakt een alsof je over hout heen loopt. Zo'n geluid. Als je door springt zo. Ik denk net dat je op je overhoud loopt. Nou, ik hoor het niet zo goed, want ik heb het geluid een beetje zacht staan daarvoor. Maar het maakt in ieder geval zo'n geluid. Dat vond ik wel leuk om te laten weten. Oké, dus ga ik beginnen met de starten van. Dit is wel het beste, denk ik. Alles heeft een beetje. Iets van 5. 1, 2, denk ik. Of word je daar dan... Nee, ik doe gewoon 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, zo door. Beetje zoiets dan. Dus dan pak ik even nog wat stone, nog wat slabs te maken. Niet dat ik er echt zoveel nodig heb. Stop dit terug. Oh shit. En dan ga ik verder. Misschien dat hij... Ja, ik doe nog ietsjes naar achter. Ik denk dat ik zo meteen ook even mijn shovel ga maken. Oké, dus dat was ietsjes dichtbij. Ook meer hierheen. Zoiets is denk ik wel mooi. Of is het weer te dicht? Nee, ik vind het wel een mooie plek. Vijf, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Zo, dat is in ieder geval het begin. Zal ik de... Ja, ik ga eerst even de onderkant. Wauw, het eerste blokje gaat heel kapot. Oké, dan maak ik hem eerst meteen. Diamonds pakken. Zal ik er nodig hebben? 3. 3 sowieso. Makkelijk 3. 1, 2, 3. Ja. Dit kost natuurlijk weer minder omdat hier ook nog fortune op zit op die pickaxe. Die pickaxe kostte 11 levels, dacht ik, of 10. Ja, ik had beter gewoon een normale shovel kunnen pakken, want dit is niet zo dun. Ik klik gewoon echt één keer, moet je horen, gewoon echt. Nu gaat het wel zo fucking snel. En het is efficiency 4. Ik kan doen naar 5. Oké, dus dit is een beetje het beginvormpje, ik denk. Dat ik zoiets en dat ik dan in die daartussen doe ik glowstone. Misschien daar ook nog. Nee, dat wordt denk ik wel weer te veel. Misschien dat ik dit niet eens ga doen zo. Echt mooi. Kijk hoe dat eruit ziet. Ik kan niet echt goed zien. Nee, ik denk dat ik wel toch wat meer moet bouwen.
denk dat ik hier blokken zo ga plaatsen. Ik wil niet te moeilijk gaan doen over een fontein. Oké. Dan hebben we hier het midden in ieder geval, dus dan 5 zoiets. Zoiets. En dan kan ik hier nog wat uit minen. Gaat het wel meteen weg. Het is echt fijn om zoiets te doen met zo'n fucking snelle shovel. Even kijken. Ga zak het eronder doen? Nee, dat zie je toch niet. Zo mooi als je het een beetje uitziet stralen. Het is wel fijn als ik shaders heb, maar ja. Gaat moeilijk als je computer dat niet eens aan kan. Dus dit, oké, dus dat zie je niet. Ik heb nog wat glowstone nodig en water. Zal dat er mooi uitzien met cobblestone walls? Misschien wel. Pak ik even wat water. Oh, ik plaats wel eerst even die. Waar de fuck is het? Waarom drop ik hem? Dus hier. Oh shit. Ja, wacht. Daar maar zitten. Het klopt gewoon. Ik denk, het klopt niet met de vorm. Zo. Ziet niet verkeerd uit, maar ik vind dat hij hoger moet. Want nu is het gewoon plat, naar boven, klaar. Dus dat klopt gewoon niet. Dus ik moet even wat water hebben. Te zien hoe het er nu een beetje uitziet. Voor mij ziet het er nog niet echt heel goed uit. Serieus, kom ik er niet. Gaan we kijken. Dan moet ik hier eigenlijk ook nog wat water plaatsen. Zo. Oh shit, er gaan teunen naar 30% van hol. Dus moet ik die doen. Ah, dat is wel nice. Oké. Het geeft wel zo'n grappig effect. Nu gaat het niet in die gaten. Want het water gaat natuurlijk naar het dichtstbijzijnde gat. Tenminste zo'n daling dan. Dus dit wordt weg, dicht weg. Echt nog even glowstone nodig. Zo. Geeft het wel zo'n mooi effect? Oh, dit ziet er wel gek uit, moet ik zeggen. Dit ziet er echt ziek uit. Ik denk dat ik ook nog hier een punt moet maken, maar dan heb je zo'n hele puntige weer. Dat ik zoiets moet doen. Maar dat vind ik niet mooi. Nee, ik vind dat niet echt mooi. En als ik het zo zou doen, zou je dan hetzelfde effect krijgen. Waarom gaat het nou niet verder? Kom op water, je kan het. Maar dan niet. Het doet toch niet lekker niet. Oh, dit water is gewoon gebukt. Ja, zie je, het gaat weer naar het gat toe. Ik moet eerst even die gaten vullen dan. Ja, ik doe het gewoon zo. Oké, dan ga ik even snel naar de nether toe. Dat ga ik ook nog even veranderen, die hele gang. Ik denk dat ik het vast even leeg haal. Kom op joh, dit is toch veel te veel. Dit ziet er niet eens mooi uit.
Ik vind het echt lelijk. Oh, waarom zit er zelfs... Waarom zit hij extra? What the fuck? Had ik toen die tijd echt zoveel redstone? Ja, ik ga wel gewoon even snel. Oh, dit ziet er wel ziek uit. Oh, wat ben ik al lang niet meer in de geweest. Ja, is er voor mij dan, maar... Voor de rest ben ik niet echt... veel geweest. Laten we zitten. Oké, jee. Nou. Waarom? Zeg maar, waarom laat je niet? Oh, ik moet hem even relighten. Herlighten, of hoe je het zeggen. Dus ik moet... daarheen, of ik moet daarheen, of ik moet daarheen. Voor mij was het hierheen. Oh, ik ben ook weer verdwaald geraakt in de nether hier. Dat was erg. Ik ben gewoon dood gegaan toen. Ik kon het gewoon echt niet meer vinden. What the fuck is het? Het ziet er echt lelijk uit. En waarom zit het zo? Waarom niet van alle kanten om het heen? Ik dacht dat ik een brug had gemaakt. Blijkbaar dus niet gedaan. Dus ik moet daarheen. Ik vind het nu alweer saai. Ik ben echt net in een nether. Oh, hier had ik die brug gemaakt. Oké, daarom kan ik ook nog heen. Voor... Is er nog ergens anders? Ja, daar is de... snelste. Ah, ik had mijn fucking... X-Men moeten nemen. Voor Silk Touch. Ik heb nog steeds geen... pickaxe met Silk Touch erop. Er nog meteen boven de lava. Oh, nog meer. Beter. Chill. Ik wil mijn glowstone hebben. Ik ben ook echt zo erin geslagen door een van die pigments. Ja, dan moet je vooral voor me gaan lopen. Zullen we me gewoon keren. Zo kan ik. Oké, ik zit hem dan niet. Yay, experience. Oh nee, dit is weer zo'n endless iets. Dan zie ik de hele tijd naar de quartz. En na een tijdje zie ik niks meer, dan is het, gaat het toch nog door. Loop ik nog ietsjes door en dan is het er weer. Maar dat zo wil ik het niet doen. Pak dit nog. Ik ga nog ietsjes door. Kijken tot hoe ver gaat dit. Voor mij stopt het hier, ja. Okay. Ik ga ook geen toortjes plaatsen. Nu 1, 2. Dat gaat ook weer ergens heen. Maar ik ga er niet heen. In ieder geval dat ik hier ben geweest. Ja, als ik overal toortjes neergezet van en zeggen ga van ja, ik ben hier geweest, ja, dan weet ik toch niet welke toortjes ik moet volgen. Maar ja. Okay, ik bouw weer even. Zo bij je trouwens veel sneller. Als je zo gaat doen, gaat het heel langzaam.
als je een beetje schuin gaat. Van net, dus een beetje zo. Ga je ietsje sneller. Het is gewoon een tip. Het is wel handig op Skywars. En ik moet een gold farm gaan maken. En een enderpearl farm. Maar dan moet ik eerst naar de net, of naar de end. Ook nog. Dus ja, ik ga dit ook wel. Ik ga het allemaal gewoon lekker offscreen doen. Al die dingen. Al die eerste dingetjes. Oké. Okay. Ik leg het nog even terug. Ik heb nu wel weer wat glowstone erbij. Dus dat is mooi. Ik moet dit nog even bricks maken. En dan hier glowstone in. Nou, dat heb ik al gedaan. Oké, ik ben klaar. Jee, ik heb mijn fontein. Super blij. Geen no sarcasm. Oké, mijn mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef in ieder geval een groen duimpje. Blauw duimpje. En dan zie ik jullie in de volgende video. In de volgende video dan. Ja. Ik weet niet. Misschien kan ik weer. Oh ja, dan ga ik de pad naar de nether designen en dan ga ik denk ik ook nog even minen. Het is ook wel weer nodig. Een beetje op zoek gaan naar iron, want waarschijnlijk ga ik nog niet echt meteen die iron golem farm maken. Maar ik zie dat nog wel later of dat ik dat ga doen. Maar alsnog mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Yo!